park liet haar ondergrondse parkeergarage in de stad Groningen 10 centimeter zakken. Hiervoor werden 102 vijzels gebruikt om de garage van 6000 ton naar beneden te vijzelen. Special TV is een televisiekanaal met reportages over speciaal transport, kraanwerkzaamheden, speciaal equipment en vrachtwagens. Q-Park liet haar ondergrondse parkeergarage in de stad Groningen 10 centimeter zakken. Om schade aan het gebouw en de installaties in de toekomst te voorkomen, werd besloten om de constructie nu te laten zakken. De garage werd in de loop van zijn bestaan door natuurlijke klei omhoog gedrukt. Er werden bij de bouw met dit inzicht dat dit kon gebeuren, al ijzeren platen onder de kolommen geplaatst. Het vijzelplan is gemaakt door CT De Boer. Zij hebben vaker zulke projecten gedaan waarbij ze constructies op meerdere punten moesten laten zakken. Maar niet zoals bij dit project, waarbij de constructie op 42 punten naar beneden moest worden gevijzeld. CT De Boer realiseert zeer uitdagende projecten in verplaatsingstechniek. In de wereld van vijzelen al meer dan 30 jaar actief. De vijzeltechniek die hiervoor gebruikt werd, voor zowel het omhoog brengen van de garageconstructie als het laten zakken, blijft in beide gevallen dezelfde techniek. Er werd gebruik gemaakt van 102 vijzels en circa 600 meter aan leidingen. De garage werd eerst opgevijzeld om de stalen platen te kunnen verwijderen die er bij de bouw al ondergelegd waren. Het is een bijzondere parkeergarage. Eén van de weinige in de wereld. Die als een boppel is gebouwd. Het vijzelen van de garage gebeurde in verschillende groepen. Omdat alle 42 kolommen gelijktijdig af te vijzelen onverstandig zou zijn. Gebeurde dit in verschillende groepen, onder toezicht van adviesbureau Hageman. Dit bureau was verantwoordelijk voor de stabiliteit en controle van het gebouw bij deze operatie. Het totale gewicht van de garageconstructie, 6000 ton, werd per centimeter weer naar beneden gevijzeld. Naar ongeveer dezelfde diepte als bij de opening in 1999. Dit gebeurde per centimeter, omdat dit het maximaal haalbare was bij deze constructie. De vijzels van de binnenkolommen hadden een gezamenlijke capaciteit van 100 ton. Die van de buitenste kolommen een capaciteit van 200 ton. Tot
slot de vijzels onder de zwaarste buitenkolommen hadden een gezamenlijke capaciteit van 350 ton. Het gebruikte meet- en regelsysteem was bedoeld voor het digitaal aflezen van de drukken en hoogtes. Op deze manier kon centraal afgelezen worden wat de verplaatsing was en welke invloed dit had op de belasting en de naastgelegen constructies. En zo kwam ruim binnen de geplande tijd de garageconstructie op de oude bodem te staan.